Een hele goede middag, dames en heren. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag vlog nummer 111 en fotograferen eindelijk in het buitenpark. Voor we gaan beginnen wil ik jullie eerst bedanken voor de 100 abonnees die ik van de week heb gekregen. Het is een mooie kroon bovenop mijn werk. En natuurlijk ook naar de andere kijkers. Want zonder jullie hulp had ik dit nooit voor elkaar gekregen. Veel kijkplezier bij deze speciale video. En dan zijn we dan eindelijk in het buitenpark. En wat een schitterende locatie is dit. Ik had al heel veel mooie foto's gezien van anderen. En een heel veel positieve reactie op gehoord. Nu ik hier zelf loop, snap ik wel waarom ze zo enthousiast zijn. Het is gewoon, het doet me een beetje denken aan de Ardennen. Misschien een beetje vreemd als je zo meteen de locatie gaat zien. Moet je eens horen, wat een heerlijk geluid, joh. Lekker tjoepende vogels, heerlijk rustig. Je hoort eigenlijk vrij weinig van de autoweg. Dit gaat daarom ook de eerste foto van vandaag worden. Daarna fotograferen met een diafragma van 22 en fotograferen zo langzaam met de hoogte van de bomen mee. Je krijgt dan een prachtige ster in de foto en het zou eigenlijk het beste zijn om voor f32 te kiezen, maar momenteel is dat niet mogelijk. Naast de grote variatie aan natuur kun je hier ook veel mountainbikers vinden. Ik fotografeer namelijk op een heuvel waar heel veel mountainbikers trainen. Voor de volgende foto ga ik laag op de knieën en waarschijnlijk ga je al een beetje zien wat er zo meteen gaat gebeuren met de foto. Op het moment dat ik namelijk op deze manier een foto maak of op ooghoogte, ik krijg toch net wat meer spanning als je vanaf een lage compositie fotografeert. Vooral die prachtige boomwortel die hier uitsteekt. Het geeft net een kleine extra fijne touch aan de foto. Ook al wordt de foto al super mooi door de locatie zelf. Het bospad heb ik achter me gelaten en we fotograferen nu de skischans. De gigantische skischans van Snowworld. Ik ben er één keer binnen geweest en toen bleek dat ik niet zoveel talent had als dat ik in eerste instantie dacht. Je kunt het nu trouwens ook goed zien op de borden die hier staan. Ik heb hem eigenlijk over het hoofd gezien, maar dit is dus inderdaad een parcours voor de mountainbikers. Aan de overkant van de buitenparklaan zie je een prachtige klimmuur staan, wat mij onwijs leuk lijkt om een keer te doen. En hier draait het allemaal om mensen. Dit is de reden waarom ik jullie heb meegenomen naar deze mooie locatie. Ik zou bijna kunnen zeggen dat ik vandaag de top van de ijsberg heb bereikt. Maar we moeten eens kijken wat een fantastisch plaatje dit zo meteen oplevert.